Ik was al langer mee bezig het idee om er een keer te vragen. Dat had ik al vaker over nagedacht. Maar ik zeg ja, ik moet een keer iets origineels doen. Er zijn 1001 manieren om je vriendin ten huwelijk te vragen. Maar in de nacht van 22 september gebeurde het wel op een heel bijzondere manier. Op Schiphol kreeg een nietsvermoedende passagier de verrassing van haar leven. Ik denk dat ze misschien op het moment wel een klein beetje verschrikt. Want het is natuurlijk wel heel onverwachts. Ben je er klaar voor? Ja, helemaal. Ben je zenuwachtig? Een klein beetje wel, ja. En dan is het een kwestie van wachten op vriendin Michelle die met haar moeder op vakantie is geweest. Dat heeft Ronald u echt om de hand van uw dochter gevraagd? Nee, dat heeft ze niet gedaan. Maar bij deze krijgt hij de hand van mijn dochter. Eindelijk is het zover. Michelle is er en het grote moment is bijna daar. Nog altijd niets vermoedend loopt Michelle mee naar buiten. Ja, wil je... Dat heb jij toch niet geregeld? Jawel. Ja, wacht even, blijf staan. Dan moet ik nog op mijn knie ook eigenlijk, hè? Ja, dan ben ik serieus, ja. Echt? Wil je met me trouwen? Ja. Ja, dat wist je niet, hè? Dat was even wat, hè? Ja. Heb je dat allemaal geregeld? Mm-hmm. Ik vond wel dat je een beetje zenuwachtig was. Ja. Zo, dat had ik niet verwacht. Echt super cool dat je dit zo hebt geregeld. Ik dacht wel dat ik zo in mijn naam zag staan, maar ik dacht nee, dat kan helemaal niet joh. Ja, dit is wel echt super origineel. Originele kan het gewoon niet.